Zo. Hey, mam. Hey, Tim. Een doodgewoon gesprek. Waar denk je aan als je de dood hoort? Nou, dan denk ik natuurlijk aan de meest recente dood die ik meegemaakt heb. En jij ook. Mm-hmm. En dat is van mijn vader en jouw opa. Mijn opa, ja. 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 Sta je er vaak bij stil, bij het verlies? Ja, ik sta er wel vaak. Ik denk wel vaak aan hem. Ja, ja, ik ook. Maar ja, wel dagelijks eigenlijk wel. Oei, het wordt meteen een beetje emotioneel of zo. Ja. Maar dan stel ik me ook wel voor... Ja, hij stond er altijd, hè? Met het autootje waar jij nu in rijdt en zo. Ja, dat is toch ook wel echt iets heel moois... dat iemand zo'n impact op je heeft gemaakt... dat diegene altijd bij je zal blijven in je herinneringen... en ook gewoon voortleeft in alles wat ik dan nu nog doe en hoe ik denk. Denk ik van, ja, dat is een stukje van opa zit in mij... hoe ik met verbazing naar de wereld kan kijken... of nieuwsgierig kan zijn naar dingen. Ik merk ook wel door het verlies van opa... dat diezelfde liefde die ik voor hem heb, dat ik ook voel van... dat ik de liefde ook voor jou heb. Ja. Tuurlijk, we zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. Hè? En we zijn allemaal van elkaar familie. Dus we moeten gewoon mooie dingen doen. Ja. Het is ook een mooi iets dat je dan daardoor bewust van wordt. Van, stel iemand is er op een gegeven moment niet meer. Dat je echt alles uit het contact wil hebben gehaald. Geeft je een soort gevoel van dat je leeft in het moment. En dat je ook hoe belangrijk werk ook schijnt te zijn. Dat je denkt, maar wat is nou echt belangrijk? Ja, liefde. Ja, je mist hem elke dag. Ja. Ja, en dat is wel gek. Dat gaat niet helemaal over. Het slijt. Ja. Het slijt, het wordt minder heftig. Hè? Ja. Maar het gaat nooit helemaal over. Nee. Net als die keer dat je met kerst helemaal... Oh. Je was zo verdrietig De eerste kerst zonder opa, eerste inderdaad. De eerste kerst. Belde s'avonds om 12 uur. Ik mis opa zo. Ja, dat is ook zo. En toen zeiden we tegen elkaar, laten we elkaar vooral bellen. Ja. Op het moment dat we hem missen. Ja. Ja. Dat is goed. Ja. Hè? Ja. Kom. Nou, Tim. Ja. Als je aan dood denkt, dan denk je ook aan leven. Ik geloof niet zo in uitstellen van, ach, dat gaan we later doen. Of dat komt nog wel. Waarom doe je het niet nu? Weet je wel? Ja. Soms denk ik ook wel eens, maar dat is ook de pijn van deze samenleving nu, hè? Ja. Dat misschien mensen zo bezig zijn om alles uit het leven te halen. Bungee jumpen. En dat je dan bijna ongelukkig wordt omdat je niet alles uit het leven gehaald hebt. Ik denk dat een enorm, misschien wel een millennial ding is inderdaad. Mijn grootste momenten van geluk of momenten die ik even... is in de mooie ontmoetingen, de mooie gesprekken. Ja. Het met elkaar samen zijn, met familie. Of... Als je op je sterfbed leeft, dan maak je niet meer druk om hoeveel successen of hoeveel... Denk het ook niet. Wat er allemaal nog aan materialistisch of dingen. Dan is het enige wat je wil, is de vrienden die er dan bij je zijn. En de liefde die je hebt ervaren, toch? Ik vond het een fijn gesprek, man. Ik vond het ook fijn. Laat het een begin zijn van wat we vaker doen. En lucht het op? Het lucht op. Omdat het ook wel. Het is ook fijn om die tranen te voelen. Ja. Dat je voelt van. Ja. Die emoties mogen er ook zijn. Omdat je dan voelt hoeveel iemand voor je betekend heeft. Het zijn ook echt ook wel tranen van geluk. Dat lijkt en misschien dan niet zo, omdat het vaak gepaard gaat met verdriet. Maar het gaat ook omdat je denkt, oh, wat was dat? Een intense liefde en vriendschap die je dan hebt gehad. Ja. Of elkaar lekker knuffel. Ja, kom maar. Ja. Kom maar. Nou, dankjewel. Dankjewel, man. Zo, microfoon. Nou.